Hi, ik ben Blue. Ken je mij nog? Hopelijk gaat alles goed met je. Ik ga vandaag naar een vriendinnetje van school om haar te helpen. Want bij haar thuis gaat het op dit moment niet zo goed. Ga je mee? Dan gaan we kijken hoe we haar kunnen helpen. Hi Yellow, je kijkt zo sip. Hoe is het met je? Is alles wel oké? Hi Blue, het gaat niet zo goed. Ik voel me best verdrietig. Papa en mama maken de laatste tijd heel veel ruzie. Ik weet niet wat ik kan doen. Als ik bij papa ben geweest en hij mij terugbrengt naar mama, maken ze bijna altijd ruzie. Ze schreeuwen dan heel erg en ik word er bang en verdrietig van. Het lijkt alsof ze vergeten dat ik er dan ook ben. Als mama en ik alleen thuis zijn, dan hoor ik haar vaak bellen met iemand. Ze vertelt dan allerlei gemene dingen over papa en zegt dat ik niet mag doorvertellen omdat er anders wat zwaait. Dit vind ik vervelend. Ik vind papa namelijk wel lief. Ik denk dat het door mij komt dat ze zo boos is. Ik snap heel goed dat je verdrietig bent hierdoor, Yellow. Maar je moet echt weten dat het niet jouw schuld is. Je papa en mama maken ruzie om andere dingen. Je kan altijd met iemand over je probleem praten, Yellow. Je kunt praten met grote mensen die je willen helpen. Zoals je juf, meester, opa, oma, sportcoach of buurvrouw. Wil je liever met iemand bellen en niet vertellen wie je bent of hoe oud je bent? Dan kun je met de kindertelefoon bellen. Gaat het weer wat beter, Yellow? Ja, gelukkig wel. Dank je wel voor je hulp, Lou. Het is fijn om er met iemand over te praten. Voel jij je thuis ook niet fijn? Of voel je je verdrietig om wat er gebeurt? Net zoals Yellow? Doe dan hetzelfde als Yellow en praat erover. Je kunt natuurlijk al beginnen door met een vriendje of een vriendinnetje te praten over hoe je je voelt. Dat helpt al snel. Fijne dag en tot snel!